Hallo en welkom bij Postmodel Train Stuff. Zo, vandaag kan er hier een decoder in. De vorige keer had ik er geen en ik wilde hem nog niet openmaken. En ik denk dat het er nu tijd voor is. Ik heb een eenie mini kleine functiedecoder van Lokpilot. Die ga ik nog wel kwijtraken, dus ik laat hem al even in het bakje. Afleiding, doosje voor iets te groot van mijn vingernagel, maar goed. En het onderwerp van vandaag waar het in zal moeten, de stuurstand van de Benelux trein van Pico. Ik had dit natuurlijk allemaal graag in één keer gedaan. Maar ja. Leveringsproblemen en onderdelen. Zo. Uit de weg hiermee. Uit de weg hiermee. Hoppakee. Als ik de handleiding goed lees, zegt hij: duw de spreid lichtjes de kast en verwijder naar buiten. Duw hem open en hij zal openen voor u. Dat doe ik het liefste nog steeds met tandenstokers. Ik weet niet hoeveel ik er nodig heb, maar ik heb er hier een paar liggen. De reden daarvoor is dat ik hem dan vast kan zetten. Zo. En rustig aan de andere kant kan werken en niet hoeft te proberen als een soort van Houdini deze kap aan twee kanten open te houden. En het helpt ook als je net als ik je nagels niet zo lang geleden geknipt hebt. Deze kunnen dan toch soort van fungeren als surrogaatnagels. En het stelt mij in staat om rustig een beetje naar links en naar rechts te gaan om te kijken hoe het ervoor staat. Of het allemaal loskomt. Ik voel hem langzaam klikken, loskomen. Zo. Het gebeurt nog wel eens dat als een tandenstoker afbreekt en klem komt te zitten. Heel vervelend als dat gebeurt. En hier komt hij al. Zo. Oh. Dat is zonde. Ik had op de voorkant. Hier zit op de voorkant een draad. Die had ik los moeten halen. Dat is zonde. Dat wordt nog een keer repareren. Het is mooi dat ik het dan kapot maak. Dan hoeven jullie het niet te doen. Dit is de module die er nu in zit. Een kleine module die gewoon met wat diodes regelt dat de boel de goede verlichting krijgt. Hier zit een heleboel aansluitpunten, pads, waarbij je als je hier een andere decoder inzet, kun je die gebruiken voor de juiste soldering. In feite is het de 5 volt, de ground en twee verlichtingen die je hier aansluit. Maar ik hoop dat met deze kleine decoder ik niks hoef te doen en het gewoon werkt. Ik heb niet het idee dat hij... Ja, dat was hem. Nu zit hij goed. Wel interessant om de binnenkant van de kap te zien. Ik weet niet wat dat rode is.
Een heel rood patroon dat erin doorheen loopt. En de kap is dus geel van binnen en niet zwart. Dus als je hier een lichtgeleider in gaat stoppen, dan zul je hem doorzien schijnen. Altijd goed om even op te letten. Ik ga even hem op de rails op de baan zetten en even de verlichting testen. Nou, alles werkt. Ik zal zo eventjes de voorkant laten zien, maar in ieder geval wil ik deze laten zien, de cabineverlichting. En de voorkant, of eigenlijk achterkant, want zo is hij nu ingeregeld vanaf de fabriek. Ga ik even laten zien, even mijn camera verplaatsen. Zo, hij is ingeregeld. Als ik nu de verlichting aanzet terwijl hij vooruit rijdt, gaan de rode verlichting gaan aan. Wat precies de bedoeling is. Deze hangt over het algemeen achter mijn trein. En bij achteruitrijdend gaat het witte licht aan. De F1 heb ik geen functie van gevonden, maar de F2 zet de cabineverlichting aan. En de andere knoppen heb ik al wel ingedrukt, maar zie ik ook nog niks gebeuren. Zo, dat betekent dat de kap erop kan. Ik hoef hier verder geen soldeerwerk aan te doen. De handleiding had het daar wel over, maar dat is dus als je geen mini decoder gebruikt zoals deze. Kap erop en even kijken of ik nog wat kan doen aan dat kleine stukje geleider wat ik net af heb gebroken. En natuurlijk nog een keer met de kap erop. Verlichting. En de cabineverlichting. Ik vind hem mooi geworden. Ik ga hem nog even op het goede adres zetten. En dan eens even kijken of ik er nog een ronde mee ga doen op de baan. Of dat ik het even laat. En dan komt hij vast in de toekomst nog wel een keertje langs gedenderd. Maar voor nu alvast bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. En oh ja, laat weten wat je ervan vond.